Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Erino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over het rapport van de Nationale Ombudsman. Oog voor ouderen in het Caribisch gebied. We beginnen onze uitzending met verklaring over het werkbezoek van ministerie Carola Schouten. Er gebeurt een hoop, er is veel activiteit. Maar er zijn ook best wel nog wat thema's die spelen. Nou, water is daar natuurlijk één van. We merken deze dagen allemaal, denk ik, hoe warm het is, maar ook hoe, ja, wat water, een tekort aan water kan doen. Ik ben vandaag ook nog bij een tuinderij geweest, een mooi bedrijf. Maar die ook steeds zitten te zoeken hoe ze met water om moeten gaan. Terwijl ze tegelijkertijd gewoon betaalbaar voedsel van een hoge kwaliteit voor het eiland willen verbouwen. We hebben ook veel over natuur gesproken. We hebben gisteren ook met elkaar gehad over het nieuwe natuurbeleidsplan wat we aan het opstellen zijn. Ja. Dat willen we niet alleen doen, zeker niet. Dat willen we juist doen van onderaf. Dus de mensen vanuit Bonaire, dat zij ook aangeven wat belangrijk is voor natuur, natuurbehoud. Natuur heeft een waarde in zichzelf, maar het is natuurlijk ook goed voor de leefbaarheid en voor de economie van het eiland. En daar moeten we het ook echt koesteren. Nou, die gesprekken hebben we ook gevoerd met onder andere het college. En daarnaast hebben we ook nog veel mooie bezoeken gebracht. Onder andere ook nog aan een kippenfarm. We hebben vanochtend natuurlijk het mooie feest gehad. Ja. Waar we ook gezamenlijk gevierd hebben. Dia di Bonaire. Ik spreek het nooit goed uit, maar... Maar het is een mooi bezoek geweest. We hebben veel kunnen wisselen met elkaar. We hebben veel indrukken gekregen. En dat helpt mij ook weer bij alles als er vraagstukken bij mij voorliggen. Dat ik een beeld erbij heb van wat er speelt en wat er gedaan moet worden. Dus hartelijk dank ook aan u voor het prachtige bezoek. Nog een betekenis aan onze ster, onze kompasster. Die wij dan blijven koers vasthouden. En het verbeteren van het algemeen belang van ons eiland, gezamenlijk met onder andere het ministerie van LNW. En in dat geval kan ik, wat ik hiervoor heb gezegd, in kort zeggen dat wij verschillende gesprekken hebben gevoerd, onder andere het nieuwe beleidsplan en de opening van de DCNL nieuw kantoor. En ook een bezoek aan het bestuurscollege waar verschillende thema's zijn behandeld. Onder andere ook de problematiek van sargassum, duurzame voedselproductie en de slachthuis. En veel mogelijkheden die er zijn. En wij kijken natuurlijk ontzettend naar uit naar om in de termen van LNV te blijven, een vruchtbare samenwerking. Om de mooie vruchten van te kunnen plukken in de toekomst. Bedankt voor uw bezoek. En we weten nu al dat dit niet de enige is. De minister is ook een duiker en wat nog mooier om op een van de mooiste duiklocaties ter wereld in het Koninkrijk nog wel terug te komen om te duiken. Ik ben meer dan welkom daarvoor. Dank u wel. Bedankt voor het bezoek. Yes, dank u wel. Wie wil nu een gelegenheid vragen te stellen? Wie wil als eerst? Volgens de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen constateert hij in zijn rapport Oog voor ouderen in Caribisch Nederland over de armoede gerelateerd problematiek van ouderen in Caribisch gebied. Dat rapport dat heet in het Nederlands Oog voor ouderen in Caribisch Nederland. Het gaat dus niet alleen over Bonaire, het gaat zeker ook over Saba en over Stacia. Want de dingen die we hebben onderzocht en uitgezocht en met die we gesproken hebben, daaruit blijkt dat eigenlijk wat hier op Bonaire gebeurt, dat er dezelfde dingen gebeuren op Saba en dezelfde dingen gebeuren op Stacia. We hebben aandacht voor oudere mensen, omdat we heel veel signalen kregen en soms ook echte klachten, dat oudere mensen op de drie eilanden, op de Bes-eilanden, eigenlijk in de steek worden gelaten. Er wordt niet goed voor ze gezorgd, ze hebben het echt heel arm. En wij vonden dat er eigenlijk gekeken moest worden naar wat is er nou precies aan de hand en vooral wat moet er gebeuren. Het rapport is niet alleen in het Nederlands beschikbaar, het is er ook in het Papiamento, het is er ook in het Engels. Dat iedereen het kan lezen en iedereen het kan begrijpen en tot zich kan nemen. Dat vinden we echt heel erg belangrijk, niet alleen maar in het Nederlands, maar in alle talen, zodat iedereen het kan lezen en er ook commentaar op kan leveren. En daar ook iets van kan vinden en hopelijk ook iets mee gaat doen. Staat het in drie talen online? Ja, drie talen online. Op onze site over, nu, op dit moment. Dus dat om te beginnen. De drie eilanden, daar gaat het over. Het gaat over oudere mensen.
En wij weten dat er al heel veel rapporten zijn geschreven. Over het sociaal minimum, over het eikpunt, over nou van alles en nog wat. En we vinden eigenlijk dat we daar nou eens een keer mee moeten stoppen met dat praten over een paar dollar bij moet of een paar dollar af. Het gaat erom dat mensen geholpen worden. Dus als we kijken naar wat is de kern van dit rapport, dan is het gaat niet om nog opnieuw een keer opnieuw een berekening te maken, maar het gaat erom dat we iets gaan doen. Ik was vanmorgen samen met mijn collega in Antriol, in de dagopvang voor oudere mensen, en ik heb ze daar gezien en gesproken. En degene die daar de hele dag bezig zijn om die mensen te helpen, te verzorgen. Het is echt serieus. En wat me eigenlijk het meeste heeft gedaan, waardoor ik echt wel geschokt was, dat is de armoede en vooral dat mensen geen eten hebben. Ik wist het, ik had het gelezen, maar toen ik met de mensen sprak en erachter kwam dat ze eigenlijk 4 dagen naar de dagopvang komen, en dan hebben ze wel een ontbijt, dan hebben ze wel tussen de middag eten, maar zodra de dagopvang stopt, en die stopt op vrijdag, want zaterdag en zondag is er niks, dan hebben ze niets te eten. En dat zijn eenzame oude mensen. Veel oudere mensen kunnen nog vertrouwen en bouwen op hun kinderen of hun familie. Er wordt veel geholpen, maar er zijn ook heel veel echte oude eenzame mensen. Als je de verhalen leest die zijn verteld in dit rapport, dan zul je denk ik net zoals ik schrikken. Sommigen zullen zeggen dat wisten we al, maar als je het goed leest dan vind je toch weer een paar verhalen die je misschien nog niet wist. Mensen die geen wc hebben, mensen die hun behoeften in huis op de krant doen, mensen die de moen ingaan om hun plas te doen, mensen die soms moeten waden in de zee, mensen die geen stoof hebben, mensen die geen ijskast hebben, mensen die geen eten hebben, mensen die geen gezinnen hebben, geen familie, niks. En we zien in dat huis, waar wij vanmorgen waren, in die dagopvang, niet alleen maar oude mensen, maar ook blinde mensen, zieke mensen, mensen die Alzheimer hebben, allemaal bij elkaar en door elkaar heen, met hele verschillende problemen. En ik heb heel veel en grote bewondering voor de mensen die daar aan het werk zijn, die zorgen dat er nog iets gebeurt voor die oude mensen, met zoveel liefde en passie. Maar het is nu wel tijd dat we gaan denken over welke stap gaan we morgen zetten. De ombudsman vindt dat de overheid veel meer door de bril van kwetsbare ouderen en naar leefsituaties op verschillende eilanden moet kijken. De ombudsman van deze 3 bijzondere gemeenten, van deze 3 mooie eilanden, dat het nu echt tijd is om grote stappen te nemen. En ik begrijp eigenlijk niet waarom het zo lang moet duren. Wat houdt mensen nou tegen? Hoe bestaat het nou? Dat er voor, nou, hoeveel mensen wonen er op Bonaire? 35.000. 2.000 op Saba en 3.000, 4.000 op Sint-Eustatius. Hoe komt het dat we het niet voor elkaar krijgen? Hoe komt het dat de ene overheid, vooral in Den Haag en de rest is Caribisch Nederland, en aan de andere kant het openbaar lichaam Bonaire hier, dat het 2 werelden zijn waar de mensen ook hun weg niet weten? Want wat we ook opschrijven in dit rapport, dan is dat er wel misschien wel mogelijkheden zijn voor bijzondere onderstand of voor andere regelingen waar de mensen niet kennen. En dat dan als je al wat zou willen krijgen, dat je dan een formulier in het Nederlands moet invullen, die vaak, nou ja, dat is een taal die je niet makkelijk begrijpt en zeker de oudere mensen niet. Dus er zijn zoveel ook nog praktische problemen als je al wat zou willen, die erin in de weg staan dat je een extra beetje hulp krijgt, dat ik vind dat het tijd is voor een radicaal andere aanpak. En daarom zeggen we alle koppen bij elkaar, en als het niet lukt alle koppen tegen elkaar, want we moeten nu zeggen, er is maar 1 ding wat moet gebeuren, wie het ook is, we zorgen er samen voor dat het gaat goed komen met de oude mensen. En we gaan alleen maar redeneren vanuit de oude mensen. We gaan het niet meer hebben over een beetje van mijn departement of een beetje van jouw departement of een beetje van die dienst. Daar gaat het niet meer om. En ook niet regels verhinderen om arme mensen te helpen, want dat is echt onzin. En als we het voor elkaar hebben gekregen dat de mensen weer de zorg krijgen waar ze recht op hebben, dat ze weer te eten hebben, dan gaan we vervolgens ook nog even heel goed kijken naar mensen die schulden hebben. Want als ik het vergelijk met wat er in Nederland mogelijk is om arme mensen met schulden te helpen, dat is echt heel veel meer dan op Bonaire en op Saba en op Stesia mogelijk is. Dus die schuldhulpverlening, zoals we dat dan zo mooi noemen, die moet hier echt op gang komen. En we moeten echt, nou ja, weet je, met ons hart voor die mensen aan de slag. Ik sluit af met nog maar een keer te zeggen dat ik ongelooflijke bewondering heb
voor al die vrijwilligers en al die mensen die werken in de zorg, die hard aan het werk zijn, om het nog een beetje voor elkaar te krijgen. Maar ook daar, als je de verhalen leest die ze ons verteld hebben in het rapport, merk je dat mensen ook moe worden, omdat er uiteindelijk zoveel van hen wordt gevraagd, dat ze het bijna niet meer kunnen opbrengen. En dat is een heel ernstig signaal wat ze afgeven. Mensen die zeggen, ik wil eigenlijk wat minder gaan werken, maar het kan niet, want ik moet voor al die andere arme oude mensen zorgen. Mensen die zeggen, ja, het niveau van de opleiding is niet hoog genoeg, want er is meer zorg nodig en meer kennis. Nou, ze zitten vol met grote problemen. Ik ga even terug naar wat ik nu het allerbelangrijkste vind. Oude mensen op Bonaire, op Sama, op Stesia, moeten iedere dag eten hebben. Laten we daar maar mee beginnen. Dat zou mijn boodschap zijn. De Nationale Ombudsman vertelt de klachten op de Bovenwindse eilanden en dat de overheidsinstanties de werkelijke situaties niet zien. We hebben ook gezien en gehoord dat de watervoorziening bij sommigen ontbreekt. Als jullie kijken in het rapport zit een foto in. We hebben net even, we hadden een look at the picture of the studio, zoals het dan heet. Die foto. Maar daar moet iemand wonen en leven. En er is geen stromend water. Er zijn geen voorzieningen. We horen verhalen over mensen die wonen in een donker huis, waar verder niemand komt, alleen gelaten. We horen ook ernstige verhalen over dat soms kinderen van hun ouders het geld afnemen omdat ze dat zelf nodig hebben. We horen ook wel verhalen over mishandelingen van oudere mensen. Dat vinden we ook in het rapport terug. Dat zijn ook hele ernstige zaken die dus samenhangen met armoede. En dan is er nog een probleem specifiek voor de mensen die op Saba en op Sint-Eustatius wonen. Dat is dat ze voor heel veel voorzieningen weer afhankelijk zijn van wat er in Bonaire gebeurt. Want ze moeten naar de hoofdkantoren toe, die zijn hier. Dus bijvoorbeeld in het rapport staat iets over een mevrouw die aangepaste schoenen nodig had. Dat kan eigenlijk niet daar, dat zou dan hier moeten. Maar ze heeft geen geld om hier naartoe te komen. En bovendien is de eigen bijdrage zo hoog dat dat dus niet gaat gebeuren en gaat lukken. Dus dat zijn voor de mensen op de bovenwinden nog weer eens extra grote problemen die er nog bij komen. En ook daar is wat ons betreft veel te weinig aandacht voor. Stil blijft zitten achter je bureau, dan weet je maar een heel klein stukje. En eigenlijk, als ik het met mezelf vergelijk en met mijn collega's, wisten wij ook maar een heel klein stukje. Totdat we met de pastoor gingen praten en met de hulpverleners en met de mensen in de dagopvang. En die hebben ons verteld wat er in de wijken gebeurt. Achter de deuren, waar we normaal gesproken niet komen. Dus ik denk dat lang niet iedereen precies weet wat er aan de hand is. En dat het ernstiger is dan veel mensen denken. Op wat u zegt, dat alleen uit de woorden dat de mensen maar achter hun bureau vandaan komen. Dat ze te weinig weten wat ze dat zeggen wij ook tegen elkaar bij ons op kantoor. Als we echt willen weten wat er speelt in de samenleving, in een gemeente of in een stad of in een dorp of in een provincie of op een eiland, dan moet je echt naar de mensen toe. Dan kom je er pas achter. En vanmorgen was ik dus in Antriool, heb ik gesproken met een mevrouw die dat ook doet. Die zegt van ja, ik loop gewoon door de wijk heen en dan kijk ik wat er gebeurt achter de deuren. En of de deuren dicht blijven, en dan ga ik eens even kijken van hoe dat is er nou gebeurd. Dan zien we soms dat kinderen zijn vertrokken naar Nederland. Of omdat ze echt naar Engeland. En dan dat dan de oudere mensen alleen achterblijven. En dan moet je aankloppen en de deur opdoen en kijken wat er aan de hand is. En in een aantal gevallen, en die verhalen hebben we opgeschreven, zagen we dus, zoals op de foto. Daar kom je pas achter als je daar naartoe gaat. En wat dat betekent, hè, betekent dat we moeten snappen, en dat snappen jullie volgens mij veel beter dan ik, want ik ben hier niet geboren, maar dat we moeten snappen dat de Bonaireanen, maar trouwens de Sabanen en de Stesianen, zijn trots. En ze schamen zich, zo noem je dat. Ze schamen zich voor de armoede waarin ze verkeren, zeker de oudere mensen. En ze zijn te trots om erover te praten. En dat betekent dat ze uit zichzelf niet snel naar je toe zullen komen. En daarom moeten wij op de mensen af en zorgen dat ze de hulp krijgen die nodig is. U had vandaag met gedeputeerde René gesproken. Ja. Had ze al een eerste stap? Nou ja, ik denk dat het voor het openbaar lichaam nog wel lastig is. Omdat een heleboel van de dingen die moeten gebeuren, moeten vanuit het Rijk komen. We hebben het onder andere gehad over die kinderopvang, dat dat heel belangrijk is. En dat we eigenlijk op die manier zouden moeten praten en denken. En dat we vooral niet, ik praat nu heel erg over wat er morgen moet gebeuren. Maar met haar heb ik gesproken over, er moet een plan komen van we moeten over 10 jaar ongeveer dit voor elkaar hebben gebracht.
Dan willen we geen armoede meer onder oudere mensen. Dan willen we kinderen die een goede opleiding hebben. Dan willen we werkgelegenheid op het eiland. En wat is daar nu voor nodig? En dan moet je niet kinderachtig zijn, om dat woord maar te gebruiken. Maar dan moet je ruimhartig zijn bij geld investeren in de toekomst van mensen. Daar hebben we het samen over gehad. En ja, daar waren we het wel over eens. En dat zei vooral, ik heb met haar vooral gesproken over de noodzaak van de kinderopvang. En over een aantal andere dingen die ook bijhoren. Hè. Goede opvoeding van kinderen. We weten ook wel iets over misschien kindermishandeling. We weten iets over jeugdgezondheidszorg. Ik heb ook wel wat, dus ik zorg over de gezondheid van de kinderen, niet alleen maar van de oude mensen. Hè, want diabetes en al die andere dingen die horen bij de ouderen. Stel problemen voor de jongeren, daar hebben we het met name over gehad. En ik denk dat. Dat heb ik ook met haar besproken, dat dit rapport kan Bonaire ook wel weer helpen om wat te zeggen van, weet je, zie je nou, we zijn niet de enige die vinden dat dit moet gebeuren. Er is nog iemand. Hetzelfde geldt voor Saba en Stacey. Kan zijn dat Nederland niet weet dat de situatie zo erg is? Ja, ja. Ik denk echt, en dan neem ik mezelf maar even als voorbeeld. U weet, ik heb hier 20 jaar geleden, ben ik 5 jaar lang op de eilanden gewerkt als rechter. Ik heb echt heel veel gezien, dacht ik. Maar ik had nog lang niet alles gezien. Dus ik heb nu weer dingen gezien die ik niet echt wist. Ik wist vroeger wel dat er in bepaalde wijken erg veel armoede was. Maar hij echt komen en hij echt zijn en praten met de mensen. Dat is voor veel, nou ja, daar heb je te veel haast voor. Of daar maak je geen tijd voor. Of je krijgt de verkeerde voorbeelden te spreken. Het gaat erom dat je de kinderen echt hoort, ziet en merkt. Nou ja, ik heb dat nu gezien en daarom vind ik dat ik het ook moet zeggen. En het is niet tegen mij gaan zeggen, je overdrijft. Want één ding is zeker, ik overdrijf absoluut niet. Ik maak het zelf niet groter dan het is voor het effect. Het is groter als ik het zeg. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Ombudsman komt met een rapport naar voren en vindt dat de armoedebeleid voor ouderen in het Caribisch gebied prioriteit moet krijgen. Ik heb tegen heel veel mensen al gezegd, het eerste wat moet gebeuren is dat we zorgen dat iedereen, al die oude mensen, iedere dag eten hebben. Want armoede betekent voor deze mensen geen eten en het is niet te geloven dat dat hier voorkomt, dat het in Nederland voorkomt, dat mag gewoon niet. En daarnaast gaat het niet om geld geven, of om nog meer ombudsman, of nog minder. Nee, het gaat erom dat we een aantal voorzieningen treffen. We moeten ervoor zorgen dat de huizen van die mensen schoongemaakt kunnen worden. Dat de thuiszorg langs kan komen. We moeten ervoor zorgen dat die mensen de verpleging thuis krijgen, want ze moeten lang wachten voordat ze opgenomen worden. Dus het gaat erom niet om geld te geven, dat is ook belangrijk. Hè? Geld moet er ook komen, maar het gaat er vooral om dat we dingen gaan doen voor die mensen. Dat we ervoor gaan zorgen dat we ze kunnen ophalen met een busje dat rijdt. Dat er iemand is die de benzine betaalt. Dat er iemand is die zorgt dat de wegen goed zijn. Dat we ze niet vergeten en terugbrengen. Dat we het op een veilige manier doen. Voor verzorging. En dan gaan we ook nog over een aantal andere dingen praten. Te weinig opvangplaatsen voor oude mensen. Te weinig aandacht voor mensen met dementie en Alzheimer. Te weinig plaatsen in de verpleeghuizen. Te weinig mensen die zorg kunnen leveren. De problemen zijn wel heel groot, maar er is geen enkele reden om niet morgen te beginnen. Ik zal een paar dingen uit het rapport gewoon ook maar even aan jullie oplezen en voorlezen. Omdat ik vind dat het, nou ja, dat zijn de essenties van wat we hebben opgeschreven in 40 pagina's. Wat iedereen al lang weet, maar wat nog een keer gezegd moet worden, is dat de kosten van levensonderhoud zijn dubbel zo hoog als je dat vergelijkt met Nederlands. En bovendien, de uitkeringen zijn ongeveer hetzelfde en soms ook nog weer veel lager, waardoor het nog eens een keer extra hard aankomt. Als je maar weinig geld hebt en je moet 2 keer zoveel voor je boodschappen betalen, dan komt het 4 keer zo hard aan. En dat realiseren veel mensen die beleid maken en beslissingen nemen zich veel te weinig. In ons rapport staan verhalen over een avocado voor $8 en een komkommer voor $4.
Weet je, en die oude mensen kunnen niet al die supermarkten af moeten kijken waar het goedkoopste is. Want ze hebben geen geld om te reizen met het openbaar vervoer, als er al openbaar vervoer is. En dat is er maar heel weinig. We hebben gezien dat er veel te weinig, ik zei het al, veel te weinig dagopvang is. Er zijn lange wachtlijsten. En de oude mensen zijn voor hun eten afhankelijk van die dagopvang. Nou, dan kun je wel uitrekenen, als er te weinig plaatsen zijn, te veel mensen, dat er te veel mensen gewoon, te veel oude mensen, geen eten hebben. We hebben ook zieke mensen en mensen die moeten revalideren. We hebben mensen met geestelijke problemen. Dus ook daar moet echt iets gebeuren. Ik heb iets gezegd over het openbaar vervoer. En dan hebben we nog het probleem rondom het voedsel. Want als er dus duur voedsel is wat je niet kan betalen, dan ga je voedsel kopen wat niet gezond is. En we weten dat de diabetes hier op het eiland, hè, de mensen lijden daar echt aan, die suikerziekte, is hier meer dan elders echt een groot probleem voor de bevolking. En dat komt onder andere door het te goedkope eten. Dat niet gezond is. Dus gezond eten is zo duur dat er niet komt. Volgens Arjen de Wolf vindt hij absoluut noodzakelijk dat hij incidentele als structurele financiering van Nationale Park Bonaire op gelijke voet met de nationale parken in Nederland moet zijn. Ja, het is inderdaad zo dat een aantal weken geleden bleek dat het ministerie van Natuur in Nederland enkele miljoenen beschikbaar stelde extra voor de nationale parken. En dat die nationale parken daarmee hun recreatieve voorzieningen mogen verbeteren, et cetera. Maar het werd ook vrij snel duidelijk dat die extra bijdrage vanuit het ministerie van LNV niet beschikbaar zou zijn voor de nationale parken hier op Bonaire. Dus dat was reden voor Stinapa om daarover het ministerie te benaderen. En ons de simpele vraag te stellen hoe het toch komt dat het ministerie van de LNV vindt dat de nationale parken, waar ook het ministerie van de LNV voor verantwoordelijk is hier, op de een of andere manier onze nationale parken buiten zo'n regeling zouden vallen. Vanmorgen bracht minister Schouten een bezoek aan het kantoor van Stinapa en we hebben daar lang kunnen praten met elkaar over een aantal van de beleidsproblemen die we graag opgelost zouden willen zien. En dit onderwerp is daar ook in de orde gesteld en ik heb er expliciet voor gezorgd en de vraag ook bij de minister neergelegd om die regeling toch ook te laten gelden bij ons hier op Bonaire. Stinapa is tot besluit gekomen om Arjen de Wolf te vervangen met Peter Jager en de functie van intern directeur te vervullen. Stichtingsbestuur en directie van Stinapa hebben in goed onderling overleg besloten de relatie te beëindigen. De directeur heeft zijn normale werkzaamheden per direct neergelegd. Onze directeur, de heer De Wolf, heeft in de afgelopen jaren belangrijke stappen vooruitgezet in de ontwikkelingen van de organisatie, zegt Delmo Tromp, stichtingsvoorzitter van Stinapa. Zo is er arbeidsrust gecreëerd. Onder meer door het afsluiten van een cao met de vakbonden, de inkomsten van de stichtingen zijn vrijwel verdubbeld, de relaties met verschillende overheden zijn verbeterd, het personeelsbestand is verjongd en de organisatie is in zijn eindfase. Desalniettemin achten wij de tijd nu gekomen voor een directeur met een ander profiel, aldus Tromp. De Wolf zegt, de mensen van Stinapa doen moeilijk werk. Werk dat niet altijd populair is op een eiland dat de afgelopen jaren sterk is gegroeid en waar de druk op onze unieke en kwetsbare natuur, zoals ons koraal, enorm is gegroeid en waar de belangen groot zijn. Ik ben er trots op deze kleine groep collega's met een groot hart voor ons eiland ruim 2 jaar te hebben mogen leiden en ik wens Stinapa alle goede toe. Het Stinapa-bestuur wil aankondigen dat de heer Peter Jager de functie van interim directeur zal vervullen en hij zal helpen bij het proces voor het permanent invullen van de vacature. Bestuur en directie doen geen verdere mededelingen. Afgelopen maandag 9 september zijn op Bonaire de talentenlessen weer gestart. Kinderen van groep 7 worden een jaar lang getraind in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. We spreken met Paul Ruys van de Fundación Hobenang y Futuro. We hebben vorig jaar een nieuwe stichting opgericht, Hobenang y Futuro, Jongeren en Toekomst. En het doel van de stichting is om jongeren in zo vroeg mogelijk stadium zicht te geven op hun eigen vaardigheden, hun eigen talenten. Wat kunnen ze, wat vinden ze belangrijk en wat vinden ze leuk? Om ze op die manier voor te bereiden op de toekomst. Ons gaat het om de bewustwording van kinderen, van hun eigen vaardigheden. Wat vind ik leuk, wat kan ik? En vaak gaat dat natuurlijk samen. En ze te laten ontdekken welke talenten ze hebben
die ze dan vervolgens kunnen gebruiken in de toekomst en na te denken over de mogelijkheden in een werkzaam bestaan. Wij organiseren het na schooltijd bij de naschoolse opvang. Dat doen we op 5 verschillende locaties op Bonaire. We doen het in Antriool. Op dinsdag gaan we naar Rincon. Woensdag zitten we in Nikiboko. We zijn in Playa op donderdag. En vrijdag gaan we naar Hato. En dan geven we daar de kinderen van groep 7. Dus die zijn 9, 10, 11 jaar oud. Geven we 1,5 uur in de week les in talentontwikkeling. Het is natuurlijk hartstikke spannend. En moeilijk ook om over jezelf te praten, over je eigen vaardigheden. Want dat is heel persoonlijk, dus het raakt je heel diep. Dus voor kinderen was dat lastig, dat doen ze natuurlijk niet iedere dag. En dat is niet altijd iemand die in jou vraagt, wat vind jij belangrijk, wat vind jij leuk. Dus dat was best spannend, maar we doen het heel ontspannen. We doen het met heel veel spelletjes, heel veel oefeningen. Dus we zijn bezig met elkaar en tekenen en knippen en plakken. En op die manier praten we dan toch wel, zonder al die woorden te gebruiken, over hun competenties, hun vaardigheden. Dus we doen sommige dingen in het Nederlands, maar hoofdzakelijk praten we met de kinderen in een papiëmens om ze de kans te geven om zich zo goed mogelijk te uiten. Het kost helemaal niks. Het is onderdeel van de naschoolse opvang. Dus de kinderen die op de naschoolse opvang zitten, daar zijn ingeschreven, die mogen meedoen als ze in de leeftijdscategorie vallen. En wij zorgen ervoor dat er lessen worden gegeven door 3 professionele begeleiders. Die worden daarvoor betaald en het ministerie in Den Haag betaalt dit project. Dus het kost de ouders en de kinderen helemaal niks. En wij denken dat we hiermee toch een stapje verder kunnen helpen. De wereldkampioenschappen Sunfish World Youth and Masters zullen vanaf 13 tot en met 25 september op Bonaire plaatsvinden. McLaren heeft 72 gloednieuwe sunfishes, trailers en materialen van vanuit de US gestuurd. We spreken met Elisabeth Vos. Vanaf zaterdag gaan de deelnemers zich inschrijven hier bij ons op Plaza Beach. Dan krijgen ze hun boot, ze krijgen hun zeil, al hun spullen. Dat gaan ze allemaal zelf in elkaar zetten, dan kunnen ze gaan oefenen. En dan zondagmiddag hebben ze een practice race. En dan de officiële opening s'avonds om 7 uur. Dus we praten over zondagavond, 7 uur officiële opening bij de Tipsy Seagull. Iedereen is van harte welkom. Vanaf het moment dat we wisten dat Bonaire de wereldkampioenschappen Sunfish mocht gaan organiseren. Dat is natuurlijk een enorme klus. Daar hebben we geen draaiboek voor. Die hebben we zelf in elkaar moeten zetten. Maar dat gaat goed. We hebben ontzettend veel vrijwilligers die ons willen helpen. We hebben een fantastisch aantal partners bereid gevonden ons te helpen bij de voorbereiding. Zowel financiële bijdrages als allerlei services, diensten, producten die we allemaal nodig hebben hier voor de wereldkampioenschappen. Tijdens zondagmiddag is er een oefenrace. Die begint om 2 uur. Die is goed te zien vanaf Plaza, vanaf Tamo Beach en vanaf Donkey Beach. De officiële eerste race van de wereldkampioenschap is maandagochtend 9 uur. Ze zeilen maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. En na vrijdagmiddag, dan zijn er als het goed is 12 races gevaren. Dan wordt er officieel bekendgemaakt wie de nieuwe wereldkampioen is. We hebben enorm veel bootjes uit containers te halen, hier naartoe te brengen. Hier op trailertjes te zetten. Dus al die trailertjes die je daar ziet, al die bootjes. Die zijn allemaal in dozen hier aangekomen, moeten uitgepakt worden. Al die trailertjes in elkaar gezet worden. En daar helpen zij me allemaal bij. Dus dit zijn de jongens van de afdeling techniek, van de mbo-opleiding techniek. En 2 docenten erbij. Gaat perfect. En we hebben 3 afdelingen van de mbo. We hebben de mbo techniek, dat zijn zij. We hebben mbo media, die camerawerk komen doen, maar die komen vanaf zondag geloof ik. En we hebben de afdeling host en leisure die ons komen helpen. Allemaal van de mbo en die komen vanaf zaterdag ons helpen. En zij zijn er gewoon 3 weken lang om met allerlei dingen te helpen. Daar ben ik heel erg blij mee. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Erino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.